Het ministerie van Defensie is genoodzaakt bezuinigingen door te voeren. Dit zegt de minister van Defensie, Krishna Mathura. In het kader hiervan zullen de personeelskosten met 10% worden teruggebracht. Volgens Mathura liggen de personeelskosten hoger dan de kaders die aangegeven zijn door het ministerie van Financiën. Dit heeft tot gevolg dat er weinig ruimte is om projecten en kerntaken van het ministerie uit te voeren. Het verminderen van de personeelskosten is volgens de bewindsvrouw een unaniem besluit geweest. Daar zijn er hele goede voorstellen gedaan door krijgsmacht onderdelen. Dus iedereen gaat er meewerken om te bezuinigen, zodat we meer ruimte hebben om eigenlijk onze kerntaken te doen. Minister Mathura haalde verder aan dat militairen geen beveiligingswerkzaamheden meer zullen uitvoeren zonder medeweten van de leiding. Volgens de bewindsvrouw wordt er vanaf nu transparantie, betrokkenheid en integriteit verwacht van de militairen. Het gaat niet meer gebeuren dat bewakingswerkzaamheden plaatsvinden waarbij de leiding niet weet en geen overeenkomst is. Geen transparantie is in de geldstromen. Dat gaat niet meer plaatsvinden. Ik ben bezig wat dat betreft te inventariseren. Mensen hebben al brieven gehad en ik heb al behoorlijk inzicht daarin. En nog één onderdeel die het nog moet leveren, ontwikkelingseenheid. Als ze dat komende week tot vrijdag hebben ze de tijd gevraagd om alles te presenteren. En dan zien we, en het gaat ophouden, het personeel gaat ook geïnformeerd worden dat het niet gaat gebeuren meer. Minister Krishna Mathura van Defensie. Onze nieuwsdienst sprak haar gisteren op de stoep van het kabinet van de vicepresident voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering.